Maatschappij 2, hoofdstuk 10. Politieke stromingen. Er zijn in Nederland 4 stromingen die je moet kennen voor je examen. Deze 4 stromingen zijn het liberalisme, sociaaldemocratie, christendemocratie en het rechtsextremisme. We gaan ze beter bekijken. Het liberalisme. Het liberalisme ontstond tijdens de Franse Revolutie. Motto was liberté, égalité et fraternité. Gelijkheid, vrijheid en broederschap. Je ziet uit de naam van het liberalisme dat vooral dat liberté is blijven hangen. Het gaat dus om vrijheid. Dat is het belangrijkste idee van deze stroming. Dat betekent dus persoonlijke vrijheid voor jou als persoon. Maar ook economische vrijheid voor bedrijven. Ze gaan uit van zelfontplooiing, dus je moet zelf wat van je leven maken. Dus niet helemaal door de overheid in de zadel geholpen worden. Deregulering. Meer lokaal laten regelen. En de overheid zelf hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te regelen, want mensen kunnen dat zelf wel. Particulier initiatief. Ruimte voor bedrijven. Dus het is makkelijk om zelf een bedrijf te beginnen. En je neemt zelf dus het initiatief. De partijen die hierbij horen zijn de VVD, D66 en de Partij voor de Vrijheid. De besproken ideeën zie je duidelijk terugkomen in deze campagnefilm van de VVD. Mijn grootste angst als ondernemer is dat ik binnen 2 jaar niet meer besta. Dat is eigenlijk mijn grootste angst. De economie kan wel het VVD gebruiken. Stem VVD, zeker nu. Sociaaldemocratie. Ook ontstaan tijdens de Franse Revolutie, maar pas eigenlijk met de opkomst van de arbeider in de industriële revolutie doorgebroken. Die arbeiders werkten onder hele slechte omstandigheden en die wilden eigenlijk meer gelijkheid, het verschil tussen arm en rijk, verkleinen. Ze wilden gewoon betere omstandigheden. Gelijkheid is dan ook het belangrijkste begrip van deze stroming. Als je veel gelijkheid wilt, moet je daarvoor veel regels maken. Dus de overheid heeft een hele grote rol. Sociaaldemocraten noemen dat de maakbaarheid van de samenleving. Ze komen op voor de zwakkeren, dus goede uitkeringen, subsidieregelingen, toeslagen enzovoort. Ze zijn voor het idee van nivellering, wat betekent dat het verschil tussen inkomen van arm en rijk een heel stuk kleiner moet worden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. De 3 partijen in Nederland die hierbij horen zijn de PvdA, GroenLinks en de SP. De besproken ideeën zie je duidelijk terugkomen in de campagnefilm van de PvdA. Nederland 2011. Het ziet er allemaal vrolijk uit daar in Den Haag. Maar dat is alleen maar stilte voor de storm. Want na 2 maart laat dit rechtse kabinet u de rekening van de crisis betalen. Dat zijn keuzes. Foute keuzes. Voorkom dat dit kabinet zijn oneerlijke plannen kan doorzetten. Kies daarom 2 maart voor een eerlijker Nederland. Stem Partij van de Arbeid. Christendemocratie, of met een moeilijk woord, confessionalisme. Niet verrassend is hier het uitgangspunt de Bijbel. En met name bijbelse waarden en normen, zoals naastliefde, harmonie, verantwoordelijkheid. En met harmonie bedoelen we vooral veel samen doen. Ze zijn dan ook voor gespreide verantwoordelijkheid. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven, vrienden, familie, de mensen zelf. Iedereen heeft een bepaalde verantwoordelijkheid wat hij moet doen in de maatschappij. De overheid heeft dan ook een tussenpositie. Voor de allerzwaksten moet je iets regelen, maar je moet ook niet te veel doen. Zijn ook voor de verantwoordelijke samenleving. Je moet je verantwoordelijk voelen voor wat jij doet en wie jij bent. Daarnaast kennen ze het idee van rentmeesterschap. Wat zo ongeveer betekent dat de aarde, die is geschapen door God. De aarde die hebben wij in bruikleen, dus je moet heel zuinig zijn op de aarde. Daarnaast zien zij het gezin als hoeksteen van de samenleving. De partijen die hierbij horen zijn CDA, de ChristenUnie en de SGP. Dus een net besproken idee van het samen doen, eigen verantwoordelijkheid en het geloof zie je duidelijk terug in deze campagnefilm van het CDA.
Het CDA is een volkspartij. Mensen die ons steunen komen uit alle bevolkingsgroepen en zijn het eens met onze standpunten. Wij staan bekend als de partij van waarden en normen. En daar zijn we trots op, want waarden en normen bieden houvast in een wereld die steeds sneller verandert. Het CDA is 30 jaar geleden ontstaan toen drie partijen gingen samenwerken. Sinds die tijd heeft het CDA vaak meegeregeerd. We hebben daardoor kunnen bijdragen aan een sterk, veilig en sociaal Nederland. Wij vinden dat mensen samen verantwoordelijk zijn voor een sociale en leefbare samenleving. Door rekening te houden met elkaar, door ons verantwoordelijk te voelen voor het milieu en door ruimte te bieden aan minderheden. Zo kunnen we samenwerken aan een maatschappij waar we prettig kunnen leven, wonen en werken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit is het CDA. Wij geloven in wat we doen. Met respect voor elkaar en voor onze omgeving. Nu en in de toekomst. Dan het rechtsextremisme. Deze politieke stroming vind je momenteel niet in de Tweede Kamer. Hun uitgangspunt is ongelijkheid. Er is wel degelijk verschil tussen mensen volgens hun. Ze gaan dan ook uit van een superioriteitsgevoel. Wij zijn beter dan, vul maar in. Ze hebben vaak hele simpele ideeën voor grote maatschappelijke problemen. Probleem van de werkloosheid, eigen volk eerst. Over de immigratie, vol is vol. En ook aanpassen of wegwezen hoort bij dat idee. Ze zijn vaak bereid geweld te gebruiken. Dus als je niet mee wilt doen, dan word je wel gedwongen. Ze hebben vaak één sterke leider. En je ziet dat deze partijen het vaak goed doen wanneer het economisch slecht gaat. In Nederland hebben we een aantal rechtsextremistische partijen. Het CD, de Centrum Democraten, die ooit in de Tweede Kamer hebben gezeten. Nieuw Rechts en de Nederlandse Volksunie.